Eigenlijk gaat het erom, wij als samenleving, dan maakt het niet uit waar je ook staat, is het van belang dat het goed gaat met het land, dat het economisch goed gaat, financieel verkeer goed verloopt. En voor een land als Suriname, maar eigenlijk in elk land is het zo, dat de centrale bank een belangrijke rol vervult. En in dat kader moeten instituten als centrale bank, rekenkamer, noem maar op, onze controleinstituten en monetaire instituten, daar moet er vertrouwenwekkend beleid gevoerd worden. Maar als we merken dat een governor naar de media toe stapt en er nog meer onduidelijkheid gecreëerd wordt, dan denk ik dat het nodig is dat de governor wel praat en wel zegt wat hij bedoelt. Waar wil u concreet duidelijkheid over? Nou kijk, als de governor een soort indruk wekt van dat hij geen informatie kan geven van waar bijvoorbeeld bepaalde cambio's hun dollars interveneren, dollars verkopen, dan is dat een zeer kwalijke zaak van een monetaire autoriteit die alle rapportages op dagbasis zelf, maar wekelijks dient te krijgen, zoals wettoezicht, bank en creditwezen dat aangeeft. Dus als de governor dat begint te betwijfelen of naar die samenleving toe het vertrouwen niet kan geven van dat de centrale bank dat goed monitort, dan zijn we ver van huis. Bij mij gaat het erom dat er een transparant beleid moet worden. En ik heb al gezegd dat van die cambio's wat er gebeurt is een misleidend concept dat de president geïntroduceerd heeft in het land door aan te geven, kijk, een cambio verkoopt goedkoop, dus andere koersen die hoog lopen en hoger zijn, dat is speculatie, maar de dollar is in principe, laten we zeggen, een ander koers. Een zogenaamde verkoopkoers bij zo'n cambio. Men doet dit, waarbij ik zelf heb uitgerekend dat vanaf november tot de verkiezingen men 20 miljoen US dollar voor zou uittrekken. En zo gemiddeld tussen de 100 en 150.000 SRD, US dollar, elke dag voor zou uittrekken om te interveneren. Met dat bedrag wil men zogenaamd een indruk wekken tot de verkiezingen van er is geen sprake van devaluatie of de koers is nog steeds laag.